Ruitzel. En dat was het uitgangbord van de duizenden en duizenden folders die gedrukt zijn, terwijl je op de voorgrond de jurylid ziet in oranje werkkostuum. Dito Ellen, maar Iris Ruitzel. Ruitzel, die het zorg verdraagde dat de Olsterse folder ging verspreid worden en die de soort van oever het water van de rechteroever voorstellen. Zij behaalde de 22e prijs. Beetje als clochard verkleed. En wat werpt allemaal die al in de vuilbak? Wordt wel gezegd, je weet, de taal is verdeeld in twee delen, de linker en de rechteroever, volgens de zijde van de dender die u bewoont. En vroeger werd er alleen smalend gezegd, die van over het water, van de rechteroever dan, waar de barakken stonden, Moellebeek. In de Bevrijdingsstraat op de wijk Heiligheid stonden ook barakken. Ze hadden in Tsaardig, in de Rosellenstraat, Korea, en noem maar op, bijgekomen. En dat heeft zo'n beetje een... Maar pas op, er zijn al meer inwoners op de rechteroever als op de linkeroever. De Varkenmarkt, het Noord, hè, de Arend, ziet u. En dan al de mensen, de barakken, een barak.